doeksendriegt op nijmaar het skrassen van tsjinsten in de winter, had de EVT nog lange trochvaren maai. De oorzaak van het skrassen is de neffens doeksen oneerlijke concurrentie van de EVT, wat zwaar het van verliezen bij de veertjinst. Simmerdijs giet een kwart van de reizigers maar de EVT naar de eilanden, dat scheelt doeksen een soort yield, en in de simmer wat ze weenst maaitje om winterdijs de onrendabele tsjinstregeling van de betelling. Wat Cambuur hier in de laatste training Freed kampioen wordt, dan is Mandy de huldiging. Jeder is net mogelijk, door de dierenbetinking op Fjouwer en het bevrijdingsfestival op 5 mei. Ik Freed zelf, als Cambuur zijn laatste wedstrijd speelt, is geen optie. Cambuur moet dan in Rotterdam spelen en de ploeg is pas na 12 voor Romy Ljouwert. Het stadion is dan wel hier. De basketballers van Ares Ljouwert hebben de eerste finale wedstrijd om het Nederlands kampioenschip met 82-66 woen van Eiffel Towers Den Bosch. In de Maaspoort in Brabant hier Ares geen plankenkoord, zit de nummer 1 van de reguliere competitie. Snijn, de return in Ljouwert. De ploegen spelen 4 wedstrijden simmerkoord. De competitie simmer voor het eerst een nationale 4-lep competitie. De leppers van Friesland en Holland willen meer onderlinge strijd en het Nederlandse 4-lep-boom komt haar en daarin te mieten. De competitie bestaat uit 4 aparte wedstrijden, waarvan 2 in Friesland en 2 in Holland. Burgum heeft op 6 juni de primeur. Joen en vannacht droeg, mooie opklarings en bewolking, het wordt een gratis size. Morgen bewolking, want de kusten op het water geregeld zinnen en het wordt 16 graden. Maar de eerste wien is zwak onmatig.